De geestelijke gezondheidszorg, nou, dat is de totaliteit van de zorg waar mensen opgenomen worden met psychische problemen. Dus mensen kunnen komen inderdaad met depressies of mensen die psychotisch zijn. Nou, hij of zij of de familie schakelt de huisarts in en de huisarts verwijst iemand dan verder. Ik moest maar kapster worden, maar dat vond ik niks. Dus ik denk, wat vind ik nou leuk om te doen? Ik denk, ja, goed met mensen bezig zijn. Het werken met mensen is natuurlijk een sowieso, dat moet je al leuk vinden, dat moet je liggen. Nou, voornamelijk eigenlijk het werken met mensen en voor mensen. Nou, ik vind het heel leuk om met mensen te werken. Maar goed, dan kun je ook in de supermarkt gaan staan, werk je ook met mensen. Je moet affiniteit hebben met de psyche van de mens. Tenminste, dat heb ik zelf heel sterk. Ik heb het altijd heel boeiend gevonden. Wat ik ook mooi vind, is om te zien dat je mensen echt ziet groeien. Hè? Dus dat je hun vaak adviseert en dat ze er ook echt wat mee doen. Elke dag is anders en elke dag leer ik weer bij. Dat vind ik het leuke eraan. Af en toe een klein stukje dankbaarheid kan het al heel leuk maken. Ik ben heel blij met mijn werk. Je blijft in de zorg continu aan het veranderen. En dan komen constant nieuwe behandelingen, nieuwe dingen. Dus het is gewoon heel dynamisch, het is echt in beweging. Ja, vraaggericht werken is een term die steeds meer binnen de gezondheidszorg naar voren komt. We kunnen wel iets aanbieden aan cliënten. Maar als cliënten daar niet op zitten wachten, dan werkt het natuurlijk niet. Dus we vinden het heel erg belangrijk om te kijken van, hey, wat heeft iemand nodig? En wat kunnen wij daarin bieden? Eerder signaleren van de hulpvraag, zodat escalaties en dergelijke ook voorkomen kunnen worden. De GGZ Noord-Midden-Limburg, maar ik denk ook de GGZ in het algemeen, is een verandering aan het ondergaan. En dat is inderdaad een vermaatschappelijking. De gewone maatschappij wordt nu naar de psychiatrie toegehaald. Dat het eigenlijk... je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het eigenlijk één wordt. Dat het samenleeft. Wij zijn werkzaam op het medisch secretariaat. Dokter, psychiater en psychotherapeut. Ik ben activiteitenbegeleidster hier. En wij zorgen dat de mensen hier een zinvolle dagbesteding krijgen.